Het is namelijk zo, Maria is ooit verschenen. Ja. Oh ja. Dat weet iedereen. Dat weet iedereen. Ja, dat weet iedereen. Dat is ook een tas volgens mij. Ja. Maar die is ooit verschenen, ooit ergens, ja. In Lourdes trouwens, in zo'n grot. In de soort dampe, vochtige grot. En toen had Maria had drie boodschappen. Melk? Nee, die had drie. Zouden jullie voor mij misschien. Maar die had drie boodschappen. En dat meisje Bernadette, zeg maar, zo heette een van die meisjes. Dat was een herderinnetje. Ah. En die kunnen toch zo leuk zijn. En die had opgeschreven waar die boodschappen waren. Weet je, dat was, ik ben het zelf alweer een beetje vergeten wat de eerste was. De eerste was de Eerste Wereldoorlog, geloof ik, had Maria voorspeld. Was in 1918 heeft dat voorspeld. Zag ze aankomen? Nee, nee, maar die denkt, oeh, had ze tegen Bernadette gezegd, komt oorlog. En nog een tweede. En die derde, dat was geheim. Dat lag ergens in een kluis. Dat briefje lag ergens in de kluis. En Bernadette zat ergens, ja, in het Vaticaan. En Bernadette, die zat ergens in een klooster. Dus ze mocht helemaal niet bekend worden. Dus iedereen had zoiets van, wat is dat geheim, weet je wel? En nou is het laatst onthuld. En dan blijkt het soort heel flauw. Ja. Echt zo'n soort oprisping van Maria nog. Net voordat ze wegging, zoiets van, oh trouwens, nog de derde geheim. Dat is helemaal niet iets heel groots. Dus gewoon daar, ja, dat de paus dood werd geschoten bijna op het Sint-Pietersplein. Ja, ja, klopt, ja. Alsof Maria daarmee bezig gaat met zo'n. Dat geloof ik gewoon niet. Maar dus wat ik bedoel te zeggen, Harm, is. Ja, en dat wel maar zeggen wat je bedoelt te zeggen. Is dat zulke soort geheimen, hoe groter je het geheim maakt, weet je wel, hoe geheimzinniger je doet, hoe meer mensen het willen weten. Dus als ze nou maar gewoon op straat gooien wie er fout was tijdens de oorlog, is er niks aan de hand. Ja, of een papiertje op iemand terug. Gewoon dat je. Nieuws met een Suzanne? Ja. Ja, zie je wel. Kijk, dus ik mag niet zeggen natuurlijk. Een interview gelezen met jouw baas, Harm Tazelaar. Nou, ja. Als er ooit een sukkel in Nederland was, dan is hij het. Echt. Sorry, ik weet dat lullig van nee, maar ik ken hem echt toevallig. Het is echt, maar die heeft het in ieder geval, die heeft beweerd in dat. Nee, dat is gewoon waar. Echt waar? Dat is echt een sukkel, nou, dat wil je even. Ik denk dat het vierde geheim van Fatima. Maar dat is eigenlijk geen geheim, maar dat weet iedereen bij RTL weet waar ik het over heb. Dat was echt maar een soort boer van Maria. Ja. En dat was haar. Ja, goed. Die heeft. Ah, ik vind het